iets meer wind dan gisteren. Dus, dat is nu een voordeel? Dat is in ons voordeel. Wij hoeven niet veel wind met ons larken, maar dit is iets beter dan gisteren. Hoe is gisteren gegaan? Voor mij heel goed. Ik was nummer 10 van de 12. Dus, knap. Ja, dankjewel. Hoe is het om in een lark te zeilen? Heel bijzonder. Als je daar één keer aan begonnen bent, dan wil je eigenlijk niet meer. Dan wil je eigenlijk niet anders meer. En ik ben 4 jaar geleden begonnen in de lark. En het is eigenlijk zo, de lark moet je accepteren, het is niet andersom. De eerste 500 meter die ik heb afgelegd met de lark met windkracht 2, dus dat stelt eigenlijk niks voor, ben ik zeker 2 keer omgeslagen. Dus, dat is een lastig bootje. Lastig bootje. Maar het gaat nu heel goed. En ik wil niet anders meer. En we zien ook het aantal bootjes. Elk jaar komen er weer een paar bij. En het gaat gewoon heel goed. Heel, heel gezellige club hebben we. Dus ja, het gaat heel mooi. De klasse groeit weer, hè? De klasse groeit, ja. Elk jaar komt er weer een bootje bij. Johan Klaver is de Nestor en die is altijd op zoek naar bootjes die misschien nog ergens in een schuur liggen. Hè? Want dit ontwerp dateert van 1919. Dus volgend jaar bestaat de club of het bootje 100 jaar. Dus het wordt een groot feest. En het gaat gewoon prachtig. Ja. Maar eerst nog even de Snake Week. Eerst nog even de Snake Week en we gaan ons best doen. Succes. Dankjewel hoor. Bakken.